Ik heb een beetje een beginnersfout gemaakt. Want ik zou in het hotel met alle Dutch Batters en de mensen van het museum. Maar die was vol. En de enige andere optie hier, het is hier niet zo groot, is dan het hostel. Maar wat er dan gebeurt, de mensen die mij hier zien, die vragen mij van waar slaap jij? Dan zeg ik hier in het hostel. En dan beginnen ze allemaal heel eigenlijk afwijzend te kijken, heel afkeurend. Want dat komt, en dat kwam ik ook hier pas achter, dat ik bij een Serviër in huis zit. En ze schudden hun hoofd in afwijzing. En eigenlijk ben ik dan ook wel afgekeurd of bestempeld als onwetend, omdat ik hier bij hem in huis zit. Maar ja, ik kon niet anders. Maar het geeft een beetje aan hoe de verhoudingen hier zijn. Die zijn echt nog steeds heel erg gevoelig. En het is niet dat het hier nu lekker samen gaat met iedereen. Vandaag ga ik jullie een beetje laten zien hoe het er hier uitziet. Dit is mijn favoriete hond hier, Lucy. En Lucy wil graag altijd met mij mee, maar dat kan niet altijd. En ik ga zo meteen even door het dorp rijden, is helemaal niet groot. En dan ga ik even wat beelden laten zien. Als je denkt, wat heeft ze wallen? Dat klopt. Ik hoop dat jullie dan een beetje een beeld krijgen van hoe klein het is en hoe moeilijk dat is als je dan samen met elkaar hier woont, een hele gemixte bevolking bent. Ik vroeg ook aan een dame, een gids. Ik vroeg, praten jullie dan ook helemaal niet met elkaar? Want jullie wonen op zo'n klein gebied met elkaar. En ze zei, nou ja, onze kinderen gaan samen naar school. En we zien elkaar wel, maar ik heb geen enkele Serviër die een vriend van mij is. Dat geeft je wel te denken over het museum hier. Er werkt toevallig dan één Serviër, maar dat is dan ook heel bijzonder. Voor de rest worden de Serviërs er helemaal buiten gelaten. En dat valt ook niet goed hier. Want zij worden helemaal niet betrokken bij een museum waar straks wel allerlei toeristen heen gaan. En waar zij ook veel van zullen merken. Maar hun verhaal wordt eigenlijk niet verteld. Dus ja, je kunt je afvragen of dat dan de juiste tactiek is.